Isa mij heeft allemaal leuke dingen gescoord. Laten we zien, wat heb je? Ik heb even haar vastgedaan. Ik zweet echt zo erg. Ja. Oeh, gewoon zo leuk. Dit is wel echt een parel. Hi guys en welkom terug bij weer een nieuwe video. Ten eerste, sorry dat ik de laatste tijd echt heel onregelmatig heb geüpload, maar het was zo intens warm in het huis dat ik kon het gewoon niet. Ik kon gewoon niks opnemen. Ik kon niet in het huis zijn, want het was hier echt elke dag iets van 34 graden. En ik werd helemaal gek in mijn kop. Dus ik ben eigenlijk alleen maar het huis uitgevlucht en in een zee gelegen om een soort van af te koelen. Maar eindelijk is de temperatuur weer normaal. Het is nu 21,5 graden, dus ik ben heel blij. Maar in de tussentijd heb ik nog wel gewoon een aantal video's opgenomen. Waaronder deze video met Marije, want we waren dus namelijk uitgenodigd door Kilo Kilo Vintage. Als je afvraagt wat Kilo Kilo Vintage is, dit is echt een super groot vintage event wat ze eens in de zoveel weken op verschillende locaties in Nederland houden. Pas was dit dus in een skatecafé in Amsterdam en er was zo intens veel. Het was niet normaal. En wat dus gewoon echt top is, is dat je dus gewoon per kilo betaalt. Mocht je nou meer informatie willen over het event, check zeker even hun Instagram. Dat is Kilo Kilo Vintage. Ik zal ook nog eventjes een linkje in de beschrijving zetten. En ik wil sowieso alle jongens van Kilo Kilo Vintage echt mega erg bedanken dat ik gratis bij jullie mocht vintage shoppen. Want ik ben echt heel goed geslaagd. Heb je nou zin in deze vintage video? Doe zeker vast even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en me te volgen op Instagram. En dan gaan we nu even kijken naar een kleine recap van de vintage chill. Woehoe! Ik ben onderweg naar het skatecafé. Waar dus de Kilo Kilo Mega Vintage Show gaat plaatsvinden. En ik ben mega benieuwd. Marije die komt er ook zo aan. We gaan lekker samen shopping. Het is niet, hij is kapot. Wat heb jij een leuk pluisding hierop. Ja, dat is voor het geluid. Wat goed, schat. We zijn aangekomen bij Skatecafé. En we zijn echt de eerste. Dus er is nog niemand binnen. Dus als het goed is, moet alles er nog hangen. We hebben alle keuze. Dus laat maar naar binnen gaan. The big entrance. Daar gaan we. Hallo, welkom. Wow. 1,5 meter. Ja, top. Fantastisch! Isa mij heeft allemaal leuke dingen gescoord. Laten we zien, wat heb je? Ja, dat is echt een topjassie. Hij is heel zwaar. Maar hij is wel heel mooi. Nee. Ja. Deze zo wel. Ja. Dat is echt een hele goede. Alleen met Nike. Oh ja, maar dat kleurtje vind ik leuk. Ja, hè? Lekker preppy. Ja, leuk. Ja, zelf draag ik geen rood, maar ja, bij jou wel. Ja, ik heb niet zoveel rood, maar ik dacht wel weer leuk even voor de verandering. Ja. Deze blauw. Is heel groot, maar ja, het is wel leuk. Lekker oversized. En dit is wel lekker voor summer. Voor summer. Zo, ik voel weer druppels over mijn rug. Maar ik dacht dit een beetje open. Ja, dit is wel leuk. Beach look. Ja. Oké, top. Ik heb even haar vastgedaan, want ik zweet echt zo erg. Er zijn wel echt heel veel geweldige dingen. Ik heb echt super veel gescoord. Ik heb nog niet alles laten zien, dus ik ga het jullie nu even showen. Joe. Oké, ondanks dat het echt zo bloody hot was die dag, ben ik wel echt mega goed geslaagd. Oh ja, en mocht je nou benieuwd zijn naar wat Marije allemaal heeft gekocht, check dan zeker even haar kanaal. Ik zet de link hieronder in de beschrijving en dan kan je ook even checken wat zij allemaal heeft gescoord. Oké, dat gezegd te hebben, gaan we gewoon nu beginnen met item nummer 1. Oké, zoals jullie weten heb ik natuurlijk altijd van die fasen en dan ben ik weer helemaal into een bepaald item. En nu zijn dat dus van die grote oversized blousjes. En ik had dus deze gevonden. En dit is echt zo'n toppertje. Ik ging gewoon helemaal lekker op deze kleurtjes. Een beetje pastelachtig. Lila. En er zit van dat groenig in. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor plaatjes erop staan. Even kijken, waar gaat deze blouse over? Het vertelt me helemaal een verhaal. Roma. Olympische Spelen. Roma. Nee, maar dit is gewoon echt een toppertje. Hij valt ook echt super mooi. Lekker oversized. Prijzen gaan dus allemaal per kilo. Dus ik heb geen idee wat deze items los kosten. Maar volgens mij, Marije die had een beetje uitgerekend wat zij had. En dat kwam ongeveer op 80 euro. Dus ik denk dat ik ook zoiets van 80, 90 euro totaal was. Dus dat valt echt heel erg mee. Volgende heb ik weer een heerlijk blousie. En ik dacht weer even, nou we gaan even lekker in het flower thema.
Dit is ook weer gewoon zo'n lekker oversized dingetje. Nou, hier staat geen merk in en ook geen maat, maar dat vind ik helemaal prima. Volgende item is een lekker polootje van Lacoste. En ik weet niet, ik had deze kleurencombinatie nog nooit gezien. Bij de episodes heb je natuurlijk ook dat heel veel van die polo's. Maar ik vond dit wel heel erg leuk dat het een beetje crème met wit was. En ik vond die mouwtjes echt heel erg cute. Nou ja, deze is dus van Lacoste. En deze heb ik genomen in een maat 6. Ik denk dat dat een 38 ongeveer is. Ik heb geen idee. Oké, next. Deze is wel echt heel groot. Dit is zo'n soort van basketbal trainingsding van de Lakers. Maar wat dus helemaal hilarisch is, is dat je dit ding, tadaa, kan omdraaien. Oh, oeps, gaat even niet helemaal soepel. Dat je hem zo kan omdraaien, dan heb je gewoon een ander kleurtje. Maar ja, voor het mooie is deze eigenlijk wel een beetje 15 maten te groot. Maar ik dacht, nou, gewoon als jurk of zo is dat op zich wel leuk. Ik heb ook geen idee wat voor maat het verder is. Maar ja, wel leuk, dingetje van de Lakers. Ik vind die baseballdingen sowieso altijd wel geinig. Dan heb ik nog zo'n baseball dingetje. Collegiate Basketball Championship. Ik spreek het weer verkeerd uit, probably. Maar dit vond ik ook wel gewoon een lekker dingetje om met skateboarden aan te doen. Lekker luchtig. Dan heb ik echt het perfecte denim jacket gevonden. En ik heb al best wel veel denim jackets, maar ik had al niet precies deze kleur. Gewoon zo'n vintage ding. Dat zocht ik al heel lang. En die hadden ze daar, dus daar was ik echt heel erg blij mee. En dit is dus een maat L, maar ook van deze weer vind ik te fit. Echt helemaal fantastisch. Nog een blouse! Oh, wat grappig. Dit had ik nog helemaal niet gezien. Hier zit dus van die geinige schoudervullinkies in. Nou, dat vind ik helemaal leuk ook. Dit zou ik gewoon weer lekker open dragen met een shortje, zo'n crop topje eronder. Nou, helemaal top. Dan hebben we nog deze broek. Nou, dit is weer echt een hilarisch verhaal. Ik had dus deze broek gevonden. En Marije zocht dus precies zo'n broek. En zij is natuurlijk best wel wat langer. Dus ze heeft altijd best wel struggles met de lengte van de broeken. En deze was voor mij eigenlijk veel te lang. En omdat Marije ook al wat van haar vond staan. Maar hij had afgestaan omdat ik die dan heel graag wilde. Dacht ik van, oké, prima. Ik wil dan even één keer een fotootje in dit broekje maken. En dan krijgt Marije hem gewoon. Dus dat is even de backstory behind this trousers. Dit is wel echt een parel. Echt een parel. Het is dit Nike trainingsbroekje. Nou, de stoffie is nog helemaal top, helemaal zacht. En hij loopt dus echt zo heel mooi wijd uit. En hij valt gewoon echt perfect oversized. En ik had het aan, dat ik jas. Alleen hij was voor mij dus net iets aan de grote kant. Nou, dit is dus echt een toppertje. Nou, van Nike. Dit is een maat large. Maar nou, fantastisch, fantastisch. Echt, dit wil je. Oké, jongens, ik weet trouwens dat het Nike is. Dat je het zo uitspreekt. Maar ik blijf gewoon heel vaak Nike zeggen. Het lukt nog niet echt helemaal in mijn hoofd soms. Dus excuse me daarvoor. Anyway, nou, de broek die Marije aan mij heeft afgestaan. Dat is weer een broek van Nike. En dat is dit roze dingetje. Nou, dit kleurtje is helemaal top. Dit is niet echt een wijd uitlopen. Dit is gewoon echt een beetje meer zo'n joggingsding. Maar kijk dan, die logo, want je zo leuk. Dat embleem met dat paars en dat oranje. Zoals jullie wel weten, alles met kleur, dat maakt me sowieso blij. Dus ik was heel erg blij dat deze meid hier even de broek aan mij had afgestaan. Dus thanks daarvoor, schat. Dit truitje, die vond ik dus ook opeens. Die is dus van Esprit. En ik heb eigenlijk nooit echt dingen van Esprit, maar nou. En ik ging gewoon helemaal lekker op deze overloop van die kleuren weer hier. En de fit is ook weer gewoon heel top. Hij is gewoon lekker oversized. En ik vind het leuk dat hij hieronder dus echt wat strakker valt. Dat je echt een beetje dat poffie idee krijgt. En ik dacht het wel leuk met een tennisskirt of zo te dragen. En over tennisrokjes gesproken. Ik wilde heel graag nog een tennisrokje. Want ik heb al wel een vintage en een van de Bershka. Maar ik dacht er best wel veel. Dus ik dacht ik wil er gewoon nog een. En ik hoopte dat ik het zou vinden. En toen vond ik het. Maar deze is dus wel een beetje aan de lange kant. Maar hij heeft weer net een ander soort strook. Die had ik nog niet. Dus dat is weer nice voor mijn verzameling. Maar ik denk dus dat ik hem of gewoon heel hoog zo tot onder mijn tetten optrek. Dat hij gewoon wel wat korter valt. Of ik laat het misschien gewoon even bij de kleermaker een beetje inkorten. Dit is eigenlijk gewoon een hele simpele gele trui. Maar ik draag gewoon helemaal in de winter super vaak van die oversized sweaters. Gewoon van die chille basics. Wat gewoon echt heel lekker comfy zit. Ook dit vind ik gewoon weer leuk om bij zo'n rokje of zo te dragen. Of gewoon bij een oversized broekie. En dan heb ik ook nog een denimbroek gevonden. En dit is altijd mijn grootste struggle. Want ik ben al zo lang op zoek naar de perfecte vintage spijkerbroek. En ik kan het nooit vinden. Maar ik heb deze broek gevonden bij Kilo Kilo Vintage. En ten eerste, dit love it. Die rafels, geweldig.
Maar ik vind het gewoon heel vet, want hij is echt heel erg destroyed. En volgens mij is deze fit helemaal top. Beetje street-achtig. Maar gewoon de kleur ook tot volwassen. En gewoon echt die oude gedragen uitstraling. Nou, blijer kan je mij echt niet maken met een jeans. Dit was alweer mijn vintage kilo kilo vintage dubbel vintage 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 haul. Ik hoop dat jullie het leuk vinden helemaal, omdat ik super veel aanvraag altijd krijg om wat meer sustainable video's te maken. AK vintage, AK thrifting, AK weet ik het wat allemaal. Er zullen ook steeds meer van dit soort video's op mijn kanaal komen. Dus ben je daar nou geïnteresseerd bent en je bent nog niet geabonneerd, doe dat zeker eventjes. Volg me ook nog even op Insta, is Iris Amber. Volg me op TikTok, is Iris Amber. Iris Amber dubbel R. En like deze video. En dan zie ik jullie donderdag gewoon bij een nieuwe fit. Joejoe.